Hoi iedereen, misschien kennen jullie me al en misschien kennen jullie me nog niet. Ik zal me toch even voorstellen. Ik ben Bart Koppens. Ik ben een zelfstandig entomoloog die veel werkt met insecten, met name nachtvlinders, mijn specialisme. Daarnaast ben ik ook redelijk succesvol op social media en heb ik een YouTube kanaal over mijn werk en hobby en mijn hele interessegebied, met name dus biologie en insecten. Daarnaast ben ik een tweede YouTube kanaal begonnen en dat is dit kanaal. Als je je afvraagt waarom, nou dat is omdat mijn hoofdkanaal heeft een beetje een beperking. En dat is het feit dat ik een Nederlander ben. Mijn moedertaal is Nederlands, ik denk in het Nederlands. En daarom kom ik in het Engels soms niet helemaal goed uit mijn woorden. Ik ben minder welbespraakt en eloquent en soms kan ik niet precies uitdrukken wat ik wil zeggen in het Engels. En dat is prima, tot nu toe gaat het vrij goed. Maar het leek me ook gewoon fijn om af en toe video's te kunnen maken in het Nederlands. En wees niet bang, ik ga mijn kanaal niet opsplitsen. Alle video's die je hier ziet op dit kanaal, die kan je ook zien op mijn hoofdkanaal. Ik ga sommige video's alleen twee keer filmen, één keer in het Engels en één keer in het Nederlands. En sommige video's ga ik overspreken, zodat ze zowel in het Engels en in het Nederlands beschikbaar zijn. Dit is voor de mensen die het misschien fijner vinden om iets in het Nederlands te kijken dan in het Engels. De reden dat ik hier niet eerder mee ben begonnen is omdat het eigenlijk geen goed idee is. Mijn kanaal gaat over insecten en dat is iets heel specifieks, iets wat heel niche is eigenlijk. Er zijn heel weinig mensen op aarde die interesse hebben in insecten en willen subscriben op een kanaal dat hierover gaat. Nou, om hier in het Nederlands over video's te maken zou het nog moeilijker maken. En dat is omdat Nederland is eigenlijk een piepklein landje. Er zijn zo'n 16 miljoen mensen. Die Nederlands als moedertaal hebben. Dat zou betekenen dat ik video's maak over een heel niche onderwerp voor een heel niche publiek. Het internet heeft miljoenen mensen en ik heb volgers in India, in Indonesië, in Vietnam, in Amerika, in Engeland, in Duitsland. En om me te beperken, om het alleen toe te leggen op dit minuscule piepkleine landje, zou geen goed idee zijn, want dat betekent eigenlijk dat ik video's over een niche onderwerp maak in een niche taal voor een niche publiek. Ik moet stoppen met het woord niche zeggen. In ieder geval, ik doe het toch omdat ik het zelf gewoon fijn vind om mezelf een keer goed uit te kunnen drukken. En misschien verwerf ik wel een nieuw publiek. Misschien kweek ik wel wat interesse in vlinders voor de Nederlanders die op YouTube bestaan. Ik verwacht niet dat dit kanaal heel veel subscribers gaat krijgen, maar dat is oké. Het is gewoon een beetje een hobby. Mijn hoofdkanaal is eigenlijk ook een hobby. Mocht je toch geïnteresseerd zijn in al mijn video's, zoek dan mijn hoofdkanaal Bart Koppens. Die is in het Engels. Maar daar staat wel het merendeel van mijn video's. Dit kanaal, het spijt me, maar dit kanaal gaat veel minder aandacht krijgen. Omdat het ten eerste minder subscribers en minder aandacht überhaupt gaat krijgen. En ten tweede, omdat ik het ook liever doe voor een internationaal publiek. En alleen de dingen die ik het waard vind om te vertalen, zou ik hier uploaden en vertalen. Maar voor de rest gaat de meeste van mijn aandacht toch uit naar mijn hoofdkanaal. In ieder geval, thanks dat jullie kijken en subscribe. See you.